22 en 23 juni loop ik de Home Run. Dit is een sponsorloop van 240 kilometer, waarbij ik samen met 9 andere lopers van Pinkelkade Healthcare zoveel mogelijk geld wil ophalen voor het Ronald McDonald Kinderfonds. De reden waarom ik persoonlijk meedoe, dat is mijn oud-collega Tom van der Zand. Mijn dochter heeft een groeistoornis. Daar kunnen bepaalde complicaties bij voorkomen. En in mijn dochters geval is dat het een beklemming van het achterhoofdschat, waardoor ze verlamd is geraakt en niet meer zelfstandig adem kon halen. Het is niet alleen het huis zelf, hè, maar het zijn ook de mensen die er werken. Je hoeft niet uit te leggen waarom je verdrietig bent. Dat maakt ook gewoon een heel groot deel van het Ronald McDonald huis. Ik ben er zo dichtbij geweest dat op het moment dat er wat is, dat ik ook direct er ben. Gezinnen in de moeilijkste tijd van hun leven bij elkaar te houden, dan heb je het Ronald McDonald huis echt nodig. Op 22 en 23 juni ga ik mij dus het schompers lopen voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Wil je me alsjeblieft helpen zoveel mogelijk geld binnen te halen? Dat kan op markhogeboom.nl/homerun. Alvast bedankt.